Oh, wat is dit? Wat doe jij hier? Ja. Oh nee! Oh mijn god. Ik denk al, hè? Die hebben het zelfs hierin gedaan. Oh, en nu ziet het er al gewoon zoveel beter uit. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. We zijn wedergekeerd in Content Veen. Wauw! Nee, we zijn er weer. Ik sta hier op mijn hotel lekker te chillen. Te kijken naar hoe mijn bijtjes hier aan het slapen zijn. En honing geproduceerd hebben. Kijk, honing, honing, honing. Nog geen honing. De bijtjes zijn lekker bezig. Ze zijn hun ding aan het doen. Maar ik ga deze video gelijk beginnen met een heel leuk dingetje. We gaan namelijk naar Rick, want de prankoorlog, jongens. Hij is online en hij zegt zojuist in de chat. Wat is dit nou weer bij mijn kist? Dit zijn zijn kisten. Als ik nou nu gewoon overal zo'n pain doe. Kijk, nu zie je het. Maar als ik dan mijn shift dingetje loslaat, let op. Boom. Je ziet het gewoon niet. En denk je van ja, hahaha, leuk dat je hier overal pains hebt. Maar stel, hij heeft nou een ander blok. Hij wil hier bewijzen van zijn bones bij doen, weet je. Wat je dan het liefst doet is shift en je wil klikken. Maar omdat er de hele chest al vol zit met gewoon glas. Waarvan het lijkt als je gewoon even zo doet dat alsof er niks in zit. Je ziet het verschil gewoon niet. En hij kan gewoon niks nieuws in zijn kist nu doen. Dus ik ga er helemaal even zijn reactie te bekijken. Maar voordat de video begint, abonneer even, like even. 2000 likes, reageer dat je bent geabonneerd. Jouw reactie krijgt een hartje. Ah, reageer gewoon even dat je bent geabonneerd. Oh, wat is dit? Wat doe jij hier? Ja. Ga jij maar eens kijken, meneer Makkers. Ik dacht dat je daar was. Nee. Wacht jij maar, meneer Makkers. PS, dit is niet van de heer Rick Voors, maar van iemand die aardig klaar met je is. Een tip, verander als persoon. Neem dit serieus. Dit is Jordi, zijn manier van praten. Ja, maar Jordi praat niet met Robin. Nee, dan is het Justin. Of... dan is het Justin, manier van Justin of Robin. Justin of Robin, maar verander als persoon. Neem dit serieus. Ik denk dat dit Robin is, to be honest. Maar wij krijgen een music disc met Wait erin. Ik snap het niet. Wacht jij maar, meneer Makkers. Kijk, ik zie Floor's naam trouwens daar. Maar waar moet ik op wachten? Ja, oh, wacht jij maar, meneer, omdat de music disc Wait heet. Wow. Ja. En aangezien meneer Makkers, ik gok dat het echt Robin is. Hoe is het met je kisten thuis? Wacht, wat? Nee, niks. Mijn kisten thuis? Ja, hoe is het ermee? Hoezo? Ik was gewoon een normale, doodnormale vraag, toch? Ja, het voelt mij wel goed. Oh, nee! Oh, mijn god. Ik denk al, hè? Oh, je hebt overal van dat gore glas. Oh, nee. Nou, dan haal je het allemaal weg. Weet je hoeveel werk het heeft gekost? Het zit echt overal. Ja, niet hier. Nee, niet hier. Je weet ook nu niet waar het zit tot je erachter gaat komen, keertje. Dat je wat wil shift klikken in je kist. Maar, kan je even... Nu ik het toch toevallig op zak heb, ga je dit even voor me smelten. Even smelten. Die hebben het zelfs hierin gedaan. Oh, je ziet het ook gewoon niet, hè? Nee, je ziet het niet. Maar een jukebox, dat is ook wel iets voor Justin. Wow. Dikke beat. Dit moet gewoon je outro worden. Gewoon dit als outro. Dit en dan het shiftend zo. Anders gaan we wachten. We gaan nu een outro opnemen voor deze video. Oké. Okay. Gewoon in plaats van je abonneermuziek gewoon dit. Ja, dat zeg ik niet. Oh, jij ligt ook inzetten, maar het kon niet. Ik zat op de shift en ik kan hem erin leggen. Het werkt niet, ik denk, hè? Kut, hè, als dat in dingen zit. Oh, je bent echt een loser. Oh, tot nou, loser! Staat heel groot daar, loser! Oké, ik heb een music disc gekregen met Wait, dus ja, pff, top, leuk! Die had ik heel graag gewild. Ik wil heel graag mosblokken, want daarmee kan je blijkbaar echt best wel lijpe shit bouwen. Echter moet ik dan even zo'n wandering villager of zo vinden. Zo'n guy die met van die lama's loopt. Want hij heeft ze voor me. Maar ja, waar vind je er zo een? In the middle of nowhere. Normaal kom je die dingen altijd tegen en dan wil je ze niet en dan wil je ze een keer en dan komen ze niet tegen. Het is tijd om mijn koper in te gaan smeren met honing. Dus we gaan zoveel mogelijk honing even collecten. Van alle lieve bijtjes die weer goed hun best hebben gedaan. Ja, hé jongens, wat zijn jullie toch ook weer goed. Waar zijn de bijtjes? Slapers of zo? Net als Rick. Rick is ook aan het slapen. En net als ik. Ik ben ook aan het slapen. Maar hoe smeer je dat in? Dat is wel echt een mega mysterie voor mij. Moet ik dan like rechte muisknoppen? Oh, hey, Robin is verder gegaan met het systeem, jongens. Moet je zien. Oh, blijkbaar gaat het al vanaf het water nu. We gaan het even testen. Dit is de autosmelter. Je hoort hem in de weer gaan. Laten wij het testen. Aardappolletje erin gedropt. Die aardappel gaat nu ondergronds hierheen. Komt hij bij deze buis hier, gaat hij wap, hoppakee, omhoog. En als het goed is, komt hij dan elk moment... Kijk, daar heb je hem. Dan gaat hij heel snel
gaat hij naar het systeem daar. Oh, wat doe ik? En dan komt hij hier als het goed is in de kist onder terecht. En dan maakt hij er 21 van. Hoop ik. Ja, kijk. Hatseflats, 21. Het systeem werkt. En dan zou je hier je aardappel in kunnen doen. En hier je kool. En dan komt het hier, komt het gebakken weer eruit. Nou, het systeem werkt gewoon helemaal top, jongens. We zijn wel een beetje laat met mijn koper insmeren. Ik denk misschien zelfs te laat. Het is al helemaal exposed. Oh, wax on. Maar ja, nu ben ik al te laat. En nu blijft hij gewoon deze status zeker. Oké, okay. Ik vind eigenlijk wel rode-achtige van het originele koper mooier dan het andere koper. Dan het, ja, het al helaas blauwe koper. Dus laten wij eigenlijk even wat koperblokken maken en die gelijk waksen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoppakee. Nou, hebben we gewakste blokken. Helemaal top. Ik denk dat ik er veel meer nodig heb dan dit. Dus we gaan even grinden om heel veel bijenspulletjes te krijgen. Heel veel koper. En dat allemaal lekker, ja, dus te waksen. Dus we hebben meer bijtjes nodig, want we hebben, ja, 4 honey is nog niet genoeg. We hebben echt veel meer nodig, blijkbaar. En hoeveel koper hebben we nog hier? 31 blokken zelfs. Dus die kunnen we ook al helemaal gaan waksen. Oh, je kan ze zelfs al zo maken. Oh, kijk, dat bespaart al een heleboel. Alright, meer honing nodig. Bijtjes, meer produceren, jongens. Want ik heb het gevoel dat voor some reason merendeels van mijn bijtjes gewoon verdwenen zijn. Dat zou ik heel jammer vinden. Dus laat even een comment achter als jij denkt dat jij zegt, ah, oh, Max, je bijtjes hebben dit of dat waardoor ze doodgaan. Of ze staan te dicht bij water waardoor ze verdrinken. Weet ik veel wat. Of ze vliegen gewoon weg omdat ze niet afgesloten zijn. Laat het me vooral even weten in de reacties. Weet je, we gaan in tussentijd wel naar René haar bijtjes toe. En dan gaan we die ook even reproduceren, jongens. Even laten hatsenbatsen. En dan gelijk al het honing daarvan pakken. Hallo bijtjes, jij en jij. Ga samen maar even hatsenbatsen met z'n tweeën. En ik zie al dat die lekker gebruikt is. En die, waardoor wij alweer wakskoper kunnen. Hoppakee, hebben we er alweer 13. Zo gaat het aardig snel, jongens. Laten wij vast het koper vervangen, wat helaas niet meer goed is. Ik had er echt niet over nagedacht. Zo zonde van het koper gelijk ook, joh. Hier, wakskoppen, die zijn gewoon veel cleaner om daar te stoppen. Kijk, dat ziet er toch gelijk alweer veel beter uit, die originele kleur. Daar komt het echt het effect van het blokken gewoon in terug. Alright, we hebben in ieder geval alle koper vervangen. En we hebben heel veel nu rare blokken waar we eigenlijk niet zoveel aan hebben. Een beetje van die ongemakkelijke koperblokken. Maar als het goed is, is wel elke vervangen. Het is heel donker hier, merk ik nog. Dus ik kan gelijk, besef ik ook, lantaarntjes ophangen. Zo, dan kan ik misschien vast beginnen met het kopiëren van een beetje. Moet ik mijn koper even opslaan op een plek waar het veilig is. Tussentijd ook even met de bijtjes bezig. We gaan gewoon van alles doen. Maar ik kan deze pilaar hier kan kopiëren naar daar, naar daar en naar daar. En dan kan ik de rest gelijk gaan toevoegen. Vloertje erin, leuke muren hierachter. Oh, dat gaat nog een heleboel werk zijn. En hier komen ook nog andere farms. Ja, dit gaat snel, jongens. Dit schiet al erg op. Het kopiëren van dit is in principe nog echt ook best een redelijk simpele taak. Af en toe moet je even heen en weer om te kijken wat je nou precies moet doen, maar voor de rest, ja, hè, zo moeilijk is het niet. Want zoals jullie nu wel kunnen zien, mijn dames en heren, is de eerste al helemaal gekopieerd. Hij is 1-op-1 het... Oh, hallo. Hij is 1-op-1 hetzelfde. En we hebben nog 19 waxed copper over, dus hooguit nog 1. En dan misschien een beginnetje aan de laatste. En dan hebben we de torens wel gedaan. Of de torens, de pilaren. En vanuit daar kan ik gewoon leuk de binnenkantjes gaan doen. Misschien dat ik daar minder koper in gebruik. Is misschien wel verstandig. Daar heb ik change. En daar heb ik dat koper gebruikt. Ik weet het niet. Wacht, ik heb er nog 1 nodig. En toevallig lag er hier nog 1. Oh, liggen er zelfs 4. Dat het andersom moet. Dat ik het zo moet doen. Oh, jongens. Dat laat het wel het koper nog een keer terugkomen. Ja, we doen het wel zo. Dit vind ik eigenlijk wel leuk. Zoals verwacht, deze paal is helemaal klaar en ik heb nog maar 4 wakstkoper over. Dat gaan we helaas niet redden. Ik denk dat het even minen wordt en dan voor het eerst in mijn leven dat ik ga minen naar koper. Ik heb al zo lang niet gemined. Dat is echt heel lang geleden voor mij. Nou, daar gaan we. Binnenkort kan ik wel mijn eigen mine gebruiken als die klaar is, maar dan moet ik het pad hebben en weet ik veel wat. Nou, koper, waar ben je? Eerste goede trots gevonden. En het zijn er 44. Zo, je krijgt het ook wel echt snel dan, moet ik zeggen. Ik heb fortune natuurlijk. Maar wow, ik wist niet dat je zoveel koper zou krijgen. Oh, dan gaat het denk ik wel meevallen hoeveel ik moet hakken. Ik denk dat ik dan meer moet zorgen maken over de honing. En gewoon gelijk al het andere wat ik tegenkom lekker aan het hakken. Zo vaak kom ik niet in de cave. Koper! Ik denk dat ik een van de weinige Minecrafters ben die op zoek is naar koper. Ik vind het wel weer mooi geweest in die caves. Ik hou het nooit lang uit. Ik heb wel heel veel spulletjes. Maar wat ik niet heb is de route terug volgens mij. Die ben ik kwijt. Volgens mij kom ik vanuit die laaf. Ja, hier! We hebben hem! We kunnen naar huis! Laten we gelijk even checken of René haar bijtjes weer een mooie honing voor mij klaar hebben gelegd. Zou ik wel enorm waarderen, bijtjes, oprecht. Ja hoor, 1 en 2. Hatsflats. Dat is weer 9 honing. Ik ben trots op jullie. En hoe zit het met mijn eigen bijtjes? Kan ik ook trots op jullie zijn? Ja hoor, tuurlijk kan ik trots op ze zijn. Nou, laten we alles omsmelten. Deze kant zit helemaal vol met koper. Dan gaan we hierheen. Hier doen we ons goud en ons ijzer. Laten we het kool even een beetje bijvullen.
We hebben echt te veel redstone. Dat is echt insane. IJzer hebben we ook wel weer lekker. Hier, dat schiet ook alweer op. Ik denk dat we legit aan dit al genoeg hebben wat we zo meteen eruit halen. Volgens mij valt het namelijk echt wel mee hoeveel blokken ik nodig heb nog. 12 bloks of copper. Dat zou genoeg moeten zijn. Ik heb geen rekenwerk gedaan, maar ik gok het er gewoon op. Allemaal gewaxt en al. Ready om geplaatst te worden. Ik had er hier nog 4, dus we hebben er 16 in totaal. Dit zou echt wel goed moeten komen. Als het goed is, jongens, kom ik perfect uit. Althans, perfect. Beter dan perfect zelfs. Ik kom namelijk met 3 blokken over uit. En dat is al helemaal eigenlijk perfect. Dus ook perfect. Bim. Hoppakee. Nu zijn alle pilaatjes als het goed is gemaakt. Ziet er wel leuk uit. Ja, ik was een slokje cola aan het nemen. Waarom ben je afgemaakt? Laten we dit middelste stukje plafond even maken. Want het chill is, ik hoef me echt geen zorgen te maken over de muren hier. Want die staan open. Hey, althans, ik moet me wel zorgen maken over heel veel extra muren. Maar dat is een ander probleem. Toekomstmaxprobleem. Niet mijn probleem. Oké, jongens. Ik ben het nog niet helemaal eens met dit dakdesign. Het is wel heel simpel, dus het houdt het wel lekker. Maar Flori zegt dat ze per ongeluk een extra verdervallingboekje hebt. Dus ik ga met 10 emeralds haar kant op. En dan ga ik hem even van haar kopen. Dan kan ik ook verdervalling op mijn boot zetten. Daar zou ik wel heel blij mee worden. Dus laten we die kant even op gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppakee. Nou, dan gaat ze weer. Ik heb een boekje hier, verdervalling. Heb ik nog een breaking? Nee, maar wel efficiency. Dus ik ga ook even. Dus ik ga ook gelijk een breaking op mijn boot zetten. Waardoor ik eerst naar mijn villager ruimte moet. Waar ik eigenlijk nooit meer kom. Even naar mijn Geiki toe gaan en zeggen: hey, Nympho, geef mij eens een breaking 4 of 3. Wat is het? 3, sorry. En als je dat niet doet, dan geef ik je geen emeralds. En dan wordt hij boos. En dan hebben we eigenlijk een paar maanden ruzie. En uiteindelijk geeft hij het aan me. De unbreaking Nympho. Oh mijn god, ik ben Boekie vergeten. Ik ben een Boekie vergeten te pakken. Nee, ik moet weer helemaal terug. Oké. Hé, Boekie, unbreaking 3. Hatse, flatse, hatse, pats. Dat was hem weer. Tot over een paar maanden, jongens. Succes hier. Jullie leven hier. Wat ik al eerder zei, pakken we met Diamond Boots. Dan zetten we de verdervalling op het dingetje. Fijn. Zetten wij unbreaking erop en geef hem gelijk de naam Food. Yes. Ah, hij is stuk. Mijn anvil. Mijn prachtige anvil. Maar ik heb wel nu verdervalling, IV en unbreaking 3. Dikke vette hut. Zullen we hem gelijk testen? Normaal als ik hier van afspring doet het pijn. En nu? Het doet nog steeds pijn. Oké, nu is hij gekopieerd. En dan ben ik helemaal benieuwd. Want dan zie je meer het volledige effect ervan. En ik denk dat ik het wel gewoon doe. Het is wel gewoon prima. Enige ding is, ik kan hem niet kopiëren naar hier. Want dit ziet er weer heel anders uit. Dus het ging echt puur om het middelste stukje. Maar ik moet wel de stijl natuurlijk aanhouden. Wat ik me wel besef, jongens. Volgens mij, ik zou theoretisch gezien de helft van zo'n paal hier kunnen toevoegen. Waardoor het plafond wel hetzelfde is. Maar dan moet ik de helft van die paal toevoegen. Ik denk dat dat wel een beetje rust geeft. En dat het ook wel mooi is om dat te doen. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet met die dingen uitkomt. Maar dat zou niet heel erg zijn. Want daar kan ik toch nog een beetje mee spelen. Weet je, ik maak er wel gewoon wat van. Van die kant en die kant. En dan zien jullie het zo. Zoek het uit. En zoals ik zei, zoek het lekker uit. Of weet ik van wat ik zei. Het is een tijdje geleden. Voor mij. Heb ik het gedaan. Ik heb gewoon een design bedacht. Ik heb eigenlijk die halve toren of halve pilaar heb ik weer gekopieerd. Ja, gekopieerd aan alle kanten. Ik heb plafonnetjes erin gezet. En nu ziet het er al gewoon zoveel beter uit hier. Dat eigenlijk gewoon zo goed als die muren en de plafonden klaar zijn. Dus ze zeggen, ah, waarom doe je dit nou nog niet? Dat had ik net al uitgelegd, maar als je het echt nou afvraagt, want ja, daar komen ook nog farms. Dus ik wacht heel even met dat doen. Ik denk dat dat de laatste dingen gaan zijn. Ik ga nu die muren hier doen, die. Ik ga daar netjes maken, En dan, de vloer erin gooien. Ik denk dat de vloer ook wel heel belangrijk is. Dus laten we even met een prachtig design komen. Geen idee wat het gaat zijn. Oh, ik denk dat dit best wel makkelijk kan als ik het zo zie. Ik had dit in gedachten en het is best een simpel iets, maar het leek me wel leuk. Zien dat daar nog even wat licht toe moet voegen, want al die toortjes gaan op een gegeven moment weg en het is wel heel donker hier, denk ik. Maar dan komt het koper nog een keer terug. Enig is dat ik besef, hier die randjes, die zijn nog niet netjes. Oh, wat haat ik dat je zo voorzichtig moet hakken, anders sloop je gewoon te veel. Dus zo. Kijk, dan klopt het wel. Oh, wacht, kijk, er is daar ruimte voor een perfect hatseflats lantaarntje. Een verstopt lantaarntje. Alright, nou dat is afgesloten dan. Je ziet het nu. Het is gewoon gedaan. Nu ga ik de andere kant even maken. Ik denk dat ik dat glas ook vast dan vervang voor normaal glas. Zelfs voor die twee rare. Dat is voor some reason wit glas geworden. Terwijl dat eigenlijk gewoon doorzichtig glas moet zijn. Maar we gaan die muren aan de andere kant doen. En dan is het eigenlijk weer uithakken aan die kant. En gewoon de farm zelf bouwen. Het valt me trouwens op dat mijn koper gewoon op is. Ik had gewoon letterlijk nog maar 2 copper ingots over. En ik heb niks in een kist weggestopt. Dus ik heb gewoon precies genoeg. Damn. Hallo bijtje. Jij bent mijn enige bijtje over. Laten wij in wat ik zojuist al zei even dit glas vervangen. Want dit is gewoon
Even wat mooier. Het ziet er netter uit. En dan dit rare glas mag ook vervangen worden. Hoppakee. Nu een leuk design bedenken voor deze twee muren. Ik weet dat hier komt ook glas. Maar ja, ik heb niet genoeg helaas. Helaas pindakees. En ik heb ook gewoon letterlijk geen glas meer. Alleen maar ander gekleurd. Maar ik wil gewoon doorzichtig glas. We gaan even wat glas maken. Althans, moeten we eerst zand halen en dan glas maken. 21 zand. Je kan gewoon naar elk mogelijk slootwatertje, of hoe noem je dat, riviertje lopen in Minecraft. En daar vind je wel wat zand. Nou, twee glas. Dat is precies genoeg. Ik had oprecht gewoon niet meer nodig dan 1 of 2 glas. Ik weet niet eens meer wat het was. Volgens mij was het eentje. Dan moet Robin maar weer hetzelfde doen met het water. Dat je daar ook heen laat lopen. Ik bouw gewoon lekker. Zo, dan is het ingangetje ook netjes gemaakt. Dat loopt nu gewoon mooi door. En aan de andere kant ziet het er ook leuk uit. Je hebt gewoon een kleine preview al op. Waar alles heen gaat. Dus als je toevallig net aankomt. Als er gefarmd wordt. Zie je een blokje gaan. Of meerdere zelfs. Kijk, zo krijgt de buis een soort extra dieptegevoel. Want ik had dit natuurlijk. Dit light grey stained glass pane. Volledige naam. Had ik voor de prank van Rick. Maar ja, ik heb het lekker teruggestolen. Want hij heeft het gezien. Hahaha. Hé, nu is het blok van mij. Maar daardoor kan ik wel gewoon weer nieuwe dingen toevoegen. Het is leuk, want Robin bouwt natuurlijk gewoon de redstone en die kisten en zo hier. En dan combineren we het samen. Echt, zien we elkaar niet tijdens het bouwen. Ook toen ik hier ook net aankwam, waren die kisten er ineens. Nou, ik heb een simpel design heb ik het bijgehouden. Ga ik ook aan de andere kant hier even toevoegen. Ik wil het niet al te bijzonder allemaal. Uiteindelijk moet het ook een keertje af zijn, hè. Man, ik heb nog een heel klein beetje hout nodig. Maar echt gewoon... Nog één blokje spruce. Want dan kan ik mijn laatste trapdoor maken, want die mis ik. Alright, lijp een goede toeën. Jullie ziet er anders uit omdat het water er nog niet tussen zit. Maar dan zijn de muren officieel done. Het is eigenlijk tijd voor de vloer. Daar ligt hier trouwens gewoon koper. Tijd om een vloer erin te doen. Oei, oei, oei. Maar ik heb niet genoeg resources voor de vloer. Dat is het enige, want ik ben basically helemaal op. Vooral qua hout. Ik denk dat ik steen nog wel genoeg heb. Maar mijn hout, ik heb ja, dat is wat ik net zei, ik heb gewoon geen hout meer. Dus laten we even meer hout halen. Yeah, daar heb ik echt heel veel zin in. Wat ik ook helemaal vergeten was, is dat ik nog steeds die kopperdingetjes overal moet plaatsen. Want daar heb ik er nog maar 1 van aan deze kant, dus... Oh, verkeerd om. Dus daar moet ik er nog 2 van aan de andere kant. Meneer de Creeper, wat dachten wij ervan? Dachten wij even dat we hier konden gaan chillen? Gewoon even hier konden wonen of zo? Dat dacht ik niet. Ja, maar kijk, ik moet aan deze kant moeten er ook nog 2. Ik heb heel veel hout gehakt. Het is echt 4 stek en iets meer. En kijk hoeveel saplings ik heb teruggeplaatst. Ik heb gewoon echt... Ah, Creeper! Ik heb gewoon echt een bos teruggecreëerd. Althans, jij gaat niet hierin. Nee. Hey, jij gaat... Je mag wel naar binnen, maar dan ga je wel dood. Dat is zeg maar de enige voorwaarde. Nou, we hebben genoeg hout. Laten we weer naar beneden gaan en ons project voortzetten. Mooie vloer erin. Ik denk eerst de randjes hier afsluiten. Dat je gewoon een beetje de farms loszet van de rest van de ruimte. En daarna gewoon de binnenkant van de vloer. Ah, silverfish. Het moet wel echt diep. Als het 1 vlakke vloer is, dat gaat echt niet leuk zijn. Dus het wordt eventjes uitzoeken hoe we dit gaan doen. Maar ik heb denk ik wel een leuk idee. Alright, je komt binnen dus. En de vloer heeft een beetje dezelfde vorm als het plafond. Waardoor je eigenlijk in een soort, ja, ik weet niet hoe je zo'n vormpje noemt. Hele lange ovaal terechtkomt. Waardoor, ja, ik weet niet. Dat lijkt mij oprecht wel een hele bijzondere, maar toch mooie vorm. Ik heb het concept gelijk helemaal doorgevoerd en ik heb het overal gedaan. En ik moet zeggen dat ik het er wel heel leuk uit vind zien. Ondanks dat ja, eigenlijk alleen het uitgehakt is en de vorm er nu in zit. Het is wel heel donker erachter, dus even wat toortjes plaatsen. Maar je ziet, je kan het een beetje voor je zien, weet je. Je moet een beetje fantasie hebben. Maar ik twijfel echt heel erg wat ik wil, hoe ik dat wil gaan doen. Ik heb namelijk het idee of gewoon de vloer nu opvullen, zo in dezelfde vorm. En dan niet helemaal dat het dunne binnenste lijntje ook zo dun wordt. Maar gewoon dat steen weghalen wat vervangen. Dit weghalen en ook vervangen. En dat overal. Of ik doe overal water in. Klinkt misschien heel gek. En dan een soort bruggetje door het midden. Dat naar al die punten heen gaat. En dan hier ook een soort pad heb. Waardoor ik als een soort steiger door het hele gebied. Waardoor je een beetje natuur aan toevoegt. Weet je dat dit allemaal water is hier. Met gewoon dirt en met mooie grasdingen in het water. Lilypads, dingen die eruit steken. Om toch een beetje natuur toe te voegen. Dus kijk je deze video nog? Laat dan even weten in de reacties wat jij wil. Want dan behoud ik het nu even zo gewoon. Laat ik nu deze kamer even voor wat het is. Dan ga ik of water toevoegen of gewoon een normale vloer. Dus laat weten water of normale vloer. Of als je een ander idee hebt, doe dan een ander idee. Maar ja, water of normale vloer. Nou, voor nu laat ik het even voor wat het is. Ik heb heel veel progressie gemaakt vandaag aan deze kamer. Echt niet normaal veel progressie. Daar ben ik wel heel blij mee. Laat even de spulletjes opruimen. Want we hebben weer wederom te veel spullen op zak. Spulletjes opgeruimd. En nou jongens, voor nu is het helaas het einde van deze aflevering. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan zeker even. Like ook even. Volgende keer ga ik dat kamertje afmaken en dan kunnen we dat achter ons laten. En daarna ga ik pas de andere projecten doen. Of ik heb volgende keer zin in een ander project.
Je weet het maar nooit. Een beetje variatie is altijd leuk. Dank jullie wel voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei! Yeah.